Wat mij heel erg fascineert aan de schilderijzaal is dat die eigenlijk heel ouderwets is. Het is een hele huiselijke ruimte waar enorm veel schilderijen hangen. En ik denk sinds begin 20e eeuw zijn we gewoon aan museumzalen die kaal zijn, neutraal. En dit is eigenlijk het omgekeerde. Het is een ruimte met wandbespanning waar heel veel schilderijen hangen. En waar je een gevoel van intimiteit krijgt. En dat vind ik ontzettend bijzonder. Dat heb je in heel weinig musea. Dat er eigenlijk een soort terugkeer is naar hoe men kunst ervaarde in de 19e eeuw. Je kunt er ook tekeningen aanraken. En dat is misschien het allerbijzonderste. Is dat alle musea staan nu in het teken van participatie. De bezoeker moet iets kunnen doen. Die moet kunnen deelnemen. Maar je mag nooit de kunst aanraken. En dat kun je hier wel. Doordat er facsimiles zijn. Eigenlijk imitaties van tekeningen. Kun je die van heel dichtbij bekijken. En dat is denk ik ook het intieme karakter. Van dat je een tekening niet aan de wand ziet. En je moet afstand behouden. Want anders gaat er een alarm af. Je kunt hem vastpakken. En er met je neus op zitten als je wil. Je kunt het aanraken. De lijnen en contouren voelen. En dat is denk ik uitzonderlijk. Ook al weet je dat het niet een echte Michelangelo is of niet een echte Rembrandt, toch voelt het alsof je de nabijheid hebt met het echte ding. En dat is denk ik een wezenlijk andere ervaring dan in welk ander museum of tekeningkabinet ook.